Waar is het voor ons eigenlijk om te doen als wij spreken van ontwikkelingsgericht werken? Ontwikkeling is inmiddels een vage term. Veel mensen gebruiken de term ongedefinieerd. Leidinggevenden zullen zeggen dat ze hun medewerkers ontwikkelen. Leraren vinden dat ze ook leerlingen helpen ontwikkelen. En de meeste coaches noemen zich ook ontwikkelingsgericht. Wij omarmen een specifiek idee dat in de term ontwikkeling besloten ligt. En dat is het geloof dat een levend wezen, een individu, maar ook een team, een relatie, een gezin, een organisatie en zelfs een samenleving, zelfs de aarde als levend wezen, dat een levend wezen zich ontwikkelt doorheen zijn levenscyclus. En het begint met het groeien naar volwassenheid en het, het bekomen van een identiteit. Dat ontwikkelingsproces naar volwassenheid kun je faciliteren. Dat kennen we bij kinderen. Maar er is ook, eenmaal die identiteit gevormd is, het voortdurend vormen en hervormen van identiteit door invloed vanuit de context of invloeden van binnenuit. Identiteit is voortdurend in ontwikkeling en dat kun je ook faciliteren. Zowel bij individuen, gezinnen, een gezin dat zich ontwikkelt, een organisatie, een team, samenleving, de mensheid. Er is ontwikkeling in identiteit. En dan in een laatste fase. Van een levenscyclus gaat die levende, dat levende geheel op in een nog groter geheel. Het wordt een zingevende onderdeel van een groter geheel. Dat kun je ook faciliteren. Dat is de zingeving, de bestaansreden van een bepaalde entiteit. Wij, professionals in het ontwikkelingsgericht werken, wij zetten dat idee van ontwikkeling vooraan in onze aandacht. En we voegen het toe aan ons specialisme. Zowel bij bemiddeling, leiding geven, coaching, leraars. Je kunt dat toevoegen. En dat maakt dat je werk onderdeel wordt van het leven: een existentieel gegeven. Want ontwikkeling behoort bij het leven. En we willen vanuit een holistische aanpak het leven in zijn totaliteit benaderen. Daar gaan we voor.